filmpje opnemen. Ik heb mevrouw Knol als deelnemster gevraagd om mee te doen. En, dus kom maar lekker op je stoel zitten. Kom een beetje naar voren in het midden van je stoel, zodat je de rug vrij hebt. Ja. Mooi rechtop. En voor vandaag gaan we de zonnegroet op de stoel doen. En dit is een serie houdingen achter elkaar. En we gaan eerst rustig de bewegingen doornemen. En dan kijken of we daarna nog de adem kunnen koppelen aan de bewegingen. Dus eerst kom je mooi rechtop. Een beetje borst vooruit. En adem dan rustig in en uit. Je handen liggen op je schoot. Mag je je ogen sluiten als je dat fijn vindt. Zo eerst contact te maken met je lichaam. Je adem op te merken. Dus gaat je adem snel of langzaam? Mag je je ogen weer open doen en dan kijk je op een punt voor je wat niet beweegt. En dan beginnen we met de eerste beweging, dat is met de handen voor de borst, de handpalmen tegen elkaar aan. Vanaf hier ga je handen opzij bewegen, maak je de cactusarmen. Dus de armen zijn in een hoek van 90 graden. En dan buig je naar voren met een rechte rug. Dan kom je weer omhoog. Rustig. En dan ga je met je handen naar beneden, glij je over je benen met je handen helemaal tot aan je voeten, aan je enkels. Dan brengen we onze linkerarm omhoog. Strek hem helemaal uit. Kijk of je zo je hand na kan kijken. Dan gaat je arm weer naar beneden, je linkerarm. En dan komt je rechterarm omhoog en ook hier maak helemaal je borst open. Kijk naar je hand als dat lukt, als dat geen pijn doet in je nek. Dan kom je weer rustig naar beneden. En dan kom je terug omhoog. Zet je handen weer terug in gebedshouding voor je hart. Gaan we hem nog een keertje doen. Eerst maak je die cactusarmen, dus je armen zijn 90 graden gebogen. Dan buig je met de rechterrug naar voren. En dan kom je weer terug omhoog. Ga je met je handen glijden over je benen heen, helemaal tot aan je enkels. En dan strek je je linkerarm omhoog. Kijk of je arm na kan kijken. Of je borsten openen. Breng je armen terug naar beneden. En dan de andere kant. De rechterkant gaat open. Kijk je hand na als het lukt. Dan ga je armen weer terug naar beneden. En dan kom je langzaam weer terug omhoog. En breng nu je armen zijwaarts en maak een mooie boog, zodat je armen zo voor je borst uitkomen. Dan gaan we kijken of we de adem mee kunnen nemen. De adem. Kijken of we die mee kunnen nemen met de bewegingen. Dus vanuit hier komen we op een inademing. Zet je armen cactus. Adem uit, buig je naar voren. Adem in, kom omhoog. Adem uit, armen glijden over je benen. Adem in, open je borst. Breng je arm omhoog, linkerarm. Gaat hartstikke goed hoor. Ja. Zeker. Breng je armen terug, open uit, ademing. Adem in, breng je andere arm omhoog. Adem uit, kom weer naar beneden. Heel mooi. Adem in, kom omhoog. Armen zijwaarts, maak een mooie cirkel. En dan komen je handen weer in gebedshouding voor je hart. Op de volgende inademing breng je armen helemaal omhoog. Maak je lang. En kijk of je zo kan draaien met je rug. Dus je armen heel goed. Mooi. Dan draai je terug. En dan draai je naar de andere kant. Breng je armen weer terug in gebedshouding voor je hart. Gaan we nog één keer de beweging doen. Ja. Adem in. Maak de cactusarmen. Adem uit. Buig voorover. Adem in. Kom weer omhoog. Adem uit. Buig voorover. Glij met je handen over je benen. Breng dan je linkerarm omhoog. Kijk hem na op een inademing. Adem uit. Naar beneden.
andere kant. En adem uit. Omlaag. Kom dan rustig terug. Breng je armen op een boog boven je hoofd. Maak je lang. En dan komen je handen in gebedshouding voor je hart. Graag tot de volgende keer.